Goedemiddag, goede avond, kooiwijzerkijkers. Vanuit het zeer zonnige vroege ochtend is het hier in Rekkum. Bij John van Steenkisten. En dat was een uurtje of, nou, een uurtje of twee karren op deze zaterdag vroege ochtend. Ja, ik had alleen maar veel flitskasten, anders was ik hier nog wel eerder geweest. Maar John, we wonen hier lekker landelijk hier. Ja, rustig, ja? Hè. We zitten echt tussen de boerenvelden aan de Franse grens. Ja, hoe ver is Frankrijk vanuit hier? Je kan Frankrijk gewoon, als je op straat gaat, zie je Frankrijk. Dus als je de straat uitloopt, ben je in Frankrijk. Hé, maar vandaag is ook de Franse kooishow. Weet jij toevallig waar die is? Ik heb echt geen idee. Ik wist niet. Volgens mij is die in Lille. Ja, die is vandaag. Ja? Op dit weekend? Ja, vandaag mooi. Ja. Dat is het vlak hier. Dan gaan we daar straks naartoe. Nee, ik heb nog een paar. Ik moet nog twee video's opnemen vandaag. Je hebt het maar dag. We laten de koffie niet koud worden, dus we houden hem even erbij. Pakken we een slokje ervan. Mm. En nou ja, wij zijn hier niet zonder reden. Het is voor mij de eerste keer hier, dus dat is sowieso een tractatie. En ik word in ieder geval getrakteerd op, wat is het, pen of chocolade? Chocoladekoek, ja. Oeh, nou ja, dat gaat er wel in als koek, denk ik zo. En we zitten hier aan jouw allereerste vijver. Ja, allereerste zelfgebouwde vijver. Maar vertel even, wie ben je? Ik ben John van Steenkisten, 33 jaar. Ik woon in Rekkum, zoals Ben gezegd heeft. Jij spreekt het beter uit dan ik. Rekkum. Ja. Rekkum. Ik zit inmiddels, ben ik 4 jaar serieuzer bezig met de hobby. Ik heb het meegekregen van mijn vader. We waren begonnen met zo'n klein vorgevormd bakje met wat goudvissen. Dan hier zelf iets gemetseld. Alles, zoals iedereen, alle problemen meegemaakt. En 4 jaar geleden had ik een kronkel in mijn hoofd om zelf een vijver te bouwen. Maar ook met de... Ik moet nog wat aanpassingen doen omdat sommige dingen me niet echt... Ja, maar dat hebben we allemaal. Ja. Dus allemaal de vijver is nog steeds niet afgewerkt na 4 jaar tijd. Maar rustig aan komt het wel. Weet je, wij zeggen dat vaak als iemand op bezoek komt. Want dan vinden we het jammer, want dan hadden we graag dat ook af willen hebben. Ja. Maar als je het niet weet, of je het niet vertelt, dan zou je het ook niet weten. Als ik hier op bezoek kom en denk van oké, hij is klaar en dit is prachtig mooi. En hij wil nog wat verlichting aanleggen, maar ja, voor de verder rest wel. Ja. Maar goed, zo lang doe je het zelf gebouwde vijver. Ja, hulp gehad van wat vrienden die wat beter kunnen metsen. Of, ja? Ja, en tips, maar 80% toch zeker zelf gedaan of met hulp van... Knap. Ja. Wat is het? Hoe groot is het? Buitenmaten zijn 6x3. Binnenmaat is, ja, als ik erin sta zien, iets meer dan 1,90. Ja? Ja. 2 bodemdrens die naar de trommel lopen. 2 bewegende bedden. Oh, 2 matte kamers, maar dan van de oase matte kamers. Dus die zijn niet zo super groot. Aftakking naar een warmtepomp, terug de vijver in. Andere aftakking gelijk de vijver in. Oh, is verwarmd? Ja. Lekker. Oh, hoe warm is het nu? Nu is het op 22 graden. Oh, lekker. Ja, wij ook. Ja. We hebben einde nadert van zomer een grootvoer die we hebben kunnen testen. Ja. Toen heb ik hem even op 24 gezet, maar naar mijn gevoel vind ik 24. Ja. Ik vind de vissen iets actiever op 23, maar dat is mijn gevoel. Ja, oké. Okay. Dus nu 22, dit vind ik perfect. Ja. Ja. Goed, we zijn hier voor de JBL voertest. Want wij hebben dat mooi verdeeld met deelnemers in Nederland en in België. Ja. Dus bij ons in Nederland moeten ze zeker verwarmen. Het is zo koud daar in het hoge noorden. En hier in het Franse omgeving is het al stukken warmer. En dat is echt zo, want ik heb gekeken naar de temperatuur vandaag hier en temperatuur bij mij in Tilburg. Het is hier gewoon warmer. Maar je bent om 5 uur 's morgens vertrokken. Dus, ja, dat ook. Dat kunnen de mensen wel zien, denk ik. Ik noem mij maar Ben Schoof. Dat is onze premier, die heeft hele grote wallen. Okay. Omdat hij dag en nacht werkt. Dus hij is een hardwerkende man. En dat krijg je ervan. Je moet ergens inleveren. Ja. Maar het is verwarmd. Maar ja, vaak zie je dat mensen verwarmen. Vooral omdat ze voor de groei in jonge, tossaai visjes en zo allemaal. Maar bij jou zijn ze al aardig. Ik verwarm voor de stabiliteit. Goed zeggen. Iedereen heeft wel de opstartproblemen gehad. Je denkt dat je ervan onderuit komt, maar dat is niet zo. Dat is de realiteit. Ja. Ik heb het echt puur gedaan voor de stabiliteit.
ik ga hier geen kilo's voer in gooien. Ja. Ik overdreven met de hoeveelheden. Want zoals geweten is, het water is heel duur in België. Ja. We kunnen niet constant de kraan openlaten, want dan, dat kost je gewoon een vermogen. Ja. Ik doe het echt puur om de stabiliteit. Ik ben al heel blij als ik de winter kan doorkomen dat die max en dip heeft gehad tot 13, 14 graden. Ja, op echt hele koude dagen. Blijf je bacteriën nog een beetje in stand. Ik probeer 15, 16 te houden. En de verwarming zit er anderhalf jaar op. En het is echt heel... Ja, voor mij, ik vind het heel chill om op te starten om... Ja, ja, wat mij opvalt bij jou is in ieder geval kraakhelder water. En ook weinig, geen uitwerpselen. Dus mensen die overmatig voeren, zul je nog zien dat... Vaak zul je dat zien dat de filter het niet zo snel trekt. Dat het wel zijn werk doet, maar niet zo snel al dat zwevend eruit kan halen. Nou, dat is hier geen enkel probleem. Want goed, je voert nou vanaf welke maand ben jij begonnen met JBL voeren? Ik moet even nadenken, volgens mij is dat... Januari, februari of... Eind februari. Eind februari, ja. Oké. Okay. Ja, volgens mij is het... Of begin februari, ja. Nou ja, goed, in ieder geval ruim 7 maanden, zeg maar. En wat heb jij eraan gemerkt? Want welke versies heb je gehad? Ik hou wel van het mengelen van voer. Ja. Van versus van de JBL bedoel je. Ja, dus de Sinking Winter, de Spring. En dan nu de Summer en de Growth kunnen proberen. Ik heb in het begin een kleine fout gemaakt dat ik van de winter iets te veel heb gevoerd naar volgens wat nodig is. Omdat ik natuurlijk verwarmd zat en ik had geen opstartperiode. Heb je er iets van gemerkt dan dat je het te veel hebt gedaan? Ik heb gemerkt dat ik water best wel vervuild was. Dat er best wel uitwerpselen waren. Eten ging er allemaal snel in. Maar ik dacht dat van, eiwitgehalte is laag, maar mijn water is op temperatuur. Laat me iets meer geven dan aanbevolen. Ja. En dat was gewoon een foutje van mij. Okay. Dus dat merkte ik op. Lichte, hoe moet je zeggen, uitwerpselen die in de ontvangstkamer blijven zitten van de tromofilter. Ja. Dat soort dingen. Maar dat is een fout geweest van mij uit. Toen ik dat aangepast had en dat verminderd had, dan verliep alles vlot. Ja. En hoe verloopt het nu? Wat merk je ten opzichte van wat je hiervoor nog voerde? Stabiliteit merk ik. Misschien komt het ook omdat ik met mijn ervaring nu, dat mijn filter echt goed ingedraaid is nu. Dat ik niet ga overdrijven met zwaar voer en hoeveelheden. Maar ik merk echt stabiele waterwaardes. Enige verschil is bijvoorbeeld met toen ik de Growth ging proberen, dat mijn nitraat wat naar boven gaat wat normaal is. Maar that's it. Dat is echt... Netjes. Ja. En ze lusten het? Ze lusten het. Zat er verschil in de versies welke ze wel en niet lusten? Niet echt. Nee. Okay. Er was niet eens een overgangsperiode van meestal als je verandert van voer. Ja. Nee. Zelf geen pieken gehad. Oké. Ja. En kun je, misschien een moeilijke vraag, omdat jouw vissen al aardig in de maat zijn. Hè? Vissen van 80 centimeter plus zwemmen hier. Dus die zullen niet 10 centimeter in een seizoen groeien. Maar merk je iets aan de groei? Langer, breder of helemaal niets? Zijn ze gewoon gezond? Mij valt het nooit echt op. Je ziet ze te veel. Elke dag. Als er kennissen komen die één keer per maand langskomen, zeggen ze, ze zijn echt wel gegroeid. Ja. Het valt mij op als ik ze uithaal. Wat ik ook liever niet doe, maar dan... Dat doe je niet vaak, denk ik, hè? Nee. Liever niet. Want wanneer heb je mokasje voor het laatst eruit gehad? Toen die erin ging. Hoe lang is het geleden? 3 jaar en een half. Oh ja, nou. Hoeveel hobbyisten hebben dit, dat ze een vis 3 jaar lang niet scheppen? Maar dat is ook, ik zal hem zo wel laten zien hoor. Inmiddels is hij wellicht al een keer in beeld geweest. Want we nemen altijd even het interview eerst op. En daarna ga ik rond om beelden te maken. Dus of ik schiet hem hierna of eroverheen. We zien het zo wel. Maar die laat je gewoon met rust. Die is gewoon te wild of te groot. Of... Ja, en als het niet nodig is, dan ik een afstrijker wil nemen, dan probeer ik hem gewoon... Tegen de wand aan te houden. Ja, oké. Oh, maar dat doe je wel. Je doet, dus, ik hoor je al zeggen waterwaardes, dus die meet je sowieso. Je doet ook afstrijkjes, microscoop. Maar, met microscoop zelf ben ik niet berust in mijn eigen mening. Ja. Dus liever vraag ik een second opinion van een kooidokter. Oh, oké. En dan probeer ik het ook nog eens te kijken of jij het ook ziet. Of ik het ook zie. Ja. Maar Oké. En nou zitten we hier bijna in Frankrijk. Ja. Ga je in Frankrijk vissen kopen of in Nederland? Of in België, sorry. In België en Nederland. Ja, België en Nederland. Ja,
Ik heb enkele vissen van de Koi Company. Ja? Van enkele vissen van Siebe gekocht. Welke van Siebe? De Kohaku's? De Kohaku's. Oké. Okay. Die ik via de veiling heb kunnen kopen van Dainichi. Ja? Begin corona was dat volgens mij. Ik heb zelf een vis van Koi Centrum Snake. Hoi, van Sander? Ja, van Sander. Dat is de Showa. Dat is de Ginrin Showa, want ik vind het heel mooi van hun dat ze de service hebben om gewoon... Er komt een busje hier, vis wordt geleverd. Hier komt een busje, vanuit Snake. Hier is het busje met twee vissen. Alles okay. Was goed verlopen. Vissen zagen er goed uit, geen problemen meer. Dat meen je niet. Ja, echt waar. Dat is knap. Dus, nou ja, goed, ze komen uit Japan. Dus ja, dat is allemaal niet zo spannend, maar ik bedoel... Ik had het ook niet verwacht dat die service er was. Zo. Want dat is voor jou 4,5 uur rijden, denk ik, vanuit hierheen. Zeker. Zeker. Oké. Okay. Ja, ja. Nou, tof. Ik heb twee challenge vissen van Oosterhout. Zijn zeker eenkleurige? Eenkleurige, goed zeker. Zo. Mooi. Ik heb een oude vis die van mijn vaders vorige vijver kwam. Waar kwam die vandaan dan? Geen idee. Geen idee, oké. Okay. Helemaal geen idee. Dat is zo'n beetje die ene vis die... Ja, sentimentele waarde heeft. Ja, ja, uiteraard. Die iedereen wel in zijn vijver heeft. Ja. Dat zal het zijn, denk ik. Ja. Nou, mooi. Ja. Maar goed, qua de vissen, ja goed, je hebt ze wel al niet in beeld gezien. Ze zien er echt heel gezond uit, zwemmen vrolijk rond. Het water is mooi, dus dat voer, daar ben je tevreden over. Hè? We zitten nu op richting eind september. Dus we hebben nog een kwartaal te gaan. Dus dat mag je nog even doorzetten. Dus daar vragen we nog wel een keer foto's en nog een eindevaluatie komt in december. Maar wat zegt je gevoel? Ga je dat volgend jaar ook nog gewoon doorvoeren? Of, Ik denk met de zomervariant dat ik daar wel zal mee doorgaan tot nu toe. Wat ik zeg, gewoon die geen pieken, de vissen lusten, het water blijft helder. Ja, ja. Ik hou ervan te experimenteren met voer, wat iedereen wel doet. Nou, dat was mijn volgende vraag eigenlijk. Van, waarom heb je meegedaan aan deze voertest? Ja, ik had niet echt een vast voer. Ik ging zowel van Saki Hikari naar Kiyomizu. Ik heb van alles geprobeerd. En ik hou ervan om voer te mengen, maar ik dacht van ik had de mogelijkheid gehad van jullie om dit te proberen. Ja. Dus dat is leuk meegenomen natuurlijk. Ja. En ik wil gewoon even één seizoen lang één merk proberen. Eén merk uitproberen. Want het is ook moeilijk. Je kan moeilijk zeggen, ga twee zakken van dat voer, twee zakken van die voer. Je kan ik vind dat je daar geen mening kan over delen. Zeker niet. Je weet niet nee. Dus einde van het seizoen ga ik ze benchen. Oké. Okay. Dan zal mooi. Ik heb de resultaten van vorig jaar en dit jaar. Dus ik ben heel benieuwd wat dat gaat meeleveren. Wetende dat het seizoen niet geforceerd is geweest. Nou ja, eind van seizoen. Ik zou ze nog voor 3 november benchen, want dan kun je ze hem inzetten voor de online show. Ook al. Ja. Ja. Kom je helpen? Ja, ik ben er nu. Dus, maar ik moet er nog heel snel nog twee anderen nog doen vandaag. Ja, drukke dag voor jou. Ja, maar, en goed. Ik wilde net zeggen, hoe vaak voer je? Dat doe je met de hand of automaat? Ik doe het met de automaat. Welke? En af en toe met de... Oh, ik vraag nou expres welke. Ja. Welke automaat heb je? Met de JBL-automaat. De JBL-automaat. Natuurlijk. Ik heb die gekocht gelijk toen die uitkwam. Ik ook. Ja. Een geweldig ding. Nooit problemen mee gehad. Ja. Het gaat lekker. Het verspreidt het voer mooi. Echt... En hoe vaak, hoe is hij nu ingesteld? Nu is hij ingesteld op 7 voerbeurten. 7 voerbeurten? Ja. Tussen? Van 6 tot 8 voer ik. Oké. Okay. En het hoogseizoen doe ik de klok rond. Ja? Ja. Daar, ik heb dat, vorig jaar ben ik daarmee begonnen. Toen ik zwaartevoer in ging gooien, toen kwam daar stabiliteit uit in mijn waterwaardes. Nu heb ik hem ietsje teruggeschroefd, dus van 6 tot 8. En... als ik er zin in heb, of als er mensen op bezoek zijn, dan gooi ik er nog een handje bij. Ja, natuurlijk. Doe ik altijd als ik langs loop. Of als de kinderen komen van mijn zus. Die gaan ook lekker de vissen voeren. Ja. En hoe bevalt dit? Dat ze niet vol in de zon zitten? Wat, merk je er iets aan je vissen qua kleur of de manier waarop ze zwemmen? Omdat het toch... Ik heb nu het licht nu vol in mijn gezicht. Dat vind ik lekker. Ja. Nu? Ik weet niet welke kant hij nu op gaat. Gaat die zo gaat overheen? Die kant op. Ja, zo. Ja. Ik heb het vooral gedaan voor regen.
Want natuurlijk hier in het, zelf in het zuidelijk België regent het heel veel. Mousson heet dat hier in Frankrijk. En ja, ik heb niet echt iets gemerkt naar de vissen toe. Ja. Maar als er echt, waar was het vorig jaar of twee jaar geleden, als het echt een hele warme zomer is met felle zon. Ja. Ik vind het altijd wat klooien met een doek hangen en zo. Ja, ja, ja. Dus ik heb besloten om een afdakje te maken. En het is ook gewoon leuk, je kan altijd buiten zitten. Ja. We hebben het terrasje eraan. Ja, heerlijk. En je ziet de vissen beter, vind ik. Ja. Je kan beter focussen op... je hebt geen weerspiegeling van de zon. Nee, nee, klopt. Dat, weerspiegeling heb je altijd. Maar, Het is gewoon een spiegel. Water is een spiegel. Dus dat maakt het voor mensen die foto's en video's maken van vissen wel uitdagend. En wij zitten hier in mijn regio, dus we hebben hele hoge pH. Ja? Heel veel, heel hoge KH. Ook? Ja. Wat, weet je toevallig wat dat ongeveer is? Dat schommelt tussen de 13 en 15. Wow. Ja. En de pH? Die schommelt tussen 7,8 en 8,1. Oh, dat vind ik nog meevallen. Ja? Bij mij komt hij met 8 zeker uit de kraan. Ja. Misschien nog wel iets meer. Ja. Ja, 8, 8,5. En ook wat ik zei, doordat als water gewoon zo duur is, bij veel regenval, dan wil ik gewoon, altijd toch wel wat extra verversen. En dat heeft het dan... Dat hoef je niet te doen. Ja. Heb je wel eens gedacht aan een osmosesysteem? Ik heb er zeker aan gedacht. Vele informatie over uitgehaald. Ja. Toen nog komende van Andy Fitch. Ja. Van Engeland. Ja. Heb de kooishow gesproken met... wie was het? Wie maakt dat? Veldhoven. Ja, Rick. Veldhoven. Ik vind het een heel interessant systeem. Die wat hopelijk in de toekomst... wat ik wil gaan introduceren. In de vijver. Maar even genoeg investeringen gedaan van mij nu in de vijver. Maar Ja, nee, dat snap ik. Dat je kunt tegenwoordig ook leasen, hè? Of afbetalen. Ja, ik weet al niet meer wat een van de twee is. Sorry dat ik niet precies weet, maar sowieso afbetalen. Dus dat maakt het voor iedereen wel haalbaar, zeg maar. Ja. Maar dan moet je het nog wel willen, uiteraard. Dat is het. Ja, oké. Maar ja, van het kooivoer, ik ben echt heel tevreden. Ja. Het is allemaal goed geregeld. Het is leuk in de app om met andere mensen informatie te delen. Ook met Robby. Ja. Robby staat altijd paraat. Om, fijn. Om bait te sturen waar nodig. Woont hij ver weg? Jawel, hij woont ver weg van hier, Robby. Ik heb geen idee. Ja, ik denk eerder richting Antwerpen of zo. Nou ja, we zullen wel zien. Robby hoeft niet te vertellen waar je woont. Maar je mag wel je vissen en je vijver laten zien. Kunnen we een visje van dichtbij? Hoeft niet te bowlen, maar is het... Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Of ik kan nog met GoPro even onder water. Ja, okay. We gaan in ieder geval even wat visjes bekijken. Ik wil jou alvast bedanken voor het bezoek. Mijn chocoladekoek en koffie. En ik wens je nog succes met de laatste etappe van de voertest. Ja. Ik ben benieuwd of JBL aan het einde van het jaar nog iets te melden heeft over het voer. Dat zeg ik niet zonder reden, maar daar hou ik het even bij. Ja. En succes mee. Ja, jullie ook bedankt. Dank u wel. Ik zeg houdoe, wat zeggen ze hier? Ciao. Nee, ciao. Dat is in Italië. Nee, dat is Italië. We zeggen yo. Yo, houdoe.